Je luistert naar Sound of Haarlem en je zal maar muzikant zijn in deze coronatijd. Het lijkt mij enorm lastig, maar toch moet je jezelf ook weer uitdagen met nieuwe dingen. En dat levert soms mooie resultaten op. De Haarlemse Chris Allen deelt elke week een cover op YouTube. En daar zitten parels tussen hoor. Chris aan de telefoon. Chris, goedenavond. Goedenavond. Hey, ik citeer even. Oh my god, I've never heard a man with this attitude. I'm loving it. And very soft and very, very beautiful voice. I love it, man. Ik doe er nog even eentje. Oh my god, my mouth dropped right when he starts singing. You need to be heard like this. This is just wow. Als je dit zo hoort, hè. Het zijn drie reacties onder jouw cover van Zoe Wees die we straks gaan draaien. Hoe is het om zulke reacties binnen te krijgen? Heel tof. Ja, dat kan me voorstellen. En dat is voornamelijk omdat die YouTube-wereld is voor mij nieuw natuurlijk. Toen we vorig jaar maart de lockdown ingingen en corona echt een ding was in Nederland. Ja, je ziet gewoon in één klap, zie je, voor mij was het dan echt tussen de 80 en 90 boekingen gewoon verdwijnen. Ja, bizar. En dan ga je denken van ja, hoe nu, weet je wel? Want ik ben een blijven zanger en muzikant in hart en nieren en ik wil toch gewoon de mensen bereiken. Dus ik dacht, laat het gewoon beginnen met het plaatsen van filmpjes op YouTube. Ja. En het leuke daarvan is dat ik gewoon gemerkt heb dat je dus met YouTube gewoon de hele wereld kan bereiken. Dus wat je net opnoemde, zijn natuurlijk allemaal Engelse comments, Engelse reacties. En dat was zo tof om terug te lezen. Ja. Ja. En hoe zit jij dan achter je telefoon of achter je computer en als je zo'n reactie leest, wat gaat er dan door je heen? Nou, het is een beetje gek, maar ik sta elke keer gewoon als een kind zo blij gewoon als er een reactie binnenkomt natuurlijk. Weet ja. Want het is toch elke keer zo'n, oh leuk, een compliment vanuit het buitenland of vanuit Nederland hoor. Ja. Maar ja, het is echt tof. Heel leuk om terug te lezen. Ja, en wat hoop je dan te bereiken? Dus wat hoop je, wat voor gevoel het oproept bij mensen als ze jouw video's bekijken? Nou ja, wat voor gevoel, dat weet ik niet per se, maar ik vind het belangrijk dat ze een gevoel krijgen ervan. Of ze nou boos, verdrietig, of ze vinden het ook niks, kan ook natuurlijk. Maar dat in ieder geval iets oproept. En er zit echt wel voor ieder wat wil tussen. Van, ik doe elke week een cover en dan wel op mijn eigen manier. Dus een danceplaat, akoestisch maken of een Nederlandstalige plaat op mijn eigen manier. Dus er zit echt wel een nummer tussen die je of kent of tof vindt. Ja. Ja. Zoe Wees gaan we zo draaien. En je hebt al heel veel andere covers gedaan. Maar welke cover staat nog zeker op je verlanglijst? Welke wil je nog heel graag uitbrengen? Nou ja, ik ga natuurlijk elke week door. Dus ik heb wat covers in de maak ook. En ik vind een liedje van Marco Bassato vind ik heel tof. Ah. Speeltuin. Oh ja. Nederlandstalig. Of een track van Bruno Mars. Dus ja, het is elke week weer even kiezen wat tof kan zijn. Ja. Maar een specifiek nummer heb ik niet per se. Lijkt me wel grappig, weet je, dat je speelt en uitbrengt. Je hebt inmiddels een internationale fanbase opgebouwd. Dat misschien mensen wel geraakt worden door Speeltuin, jouw cover. Maar dan in een heel andere taal voor die mensen. Lijkt me heel apart. Ja, ja. En nou, het leuke daarvan is dat je dus wel die brug kan slaan tussen een taal die ze bijvoorbeeld niet kennen. Maar wel geraakt kunnen zijn door de melodie, door hoe ik het zing en de mensen in Nederland die mij dan via YouTube ontdekken. Ja. Dus ik vind het wel fijn om af en toe een Nederlandse cover te doen. Ik doe voornamelijk Engels hoor, maar af en toe zo eentje ertussendoor is altijd leuk. Ja, inderdaad. Hey, hoe kom jij sowieso deze periode door naast je covers? Wat doe je nu? Nou ja, die covers was natuurlijk echt meer een ding om tot de mensen te komen online. Ook omdat ik natuurlijk achter de schermen bezig ben met nieuwe muziek. En daar ben ik heel erg mee bezig. Ik ben zelf veel aan het produceren, aan het opnemen daarvan. En daarnaast heb ik mijn eigen zangschool. Ja. En dat gaat natuurlijk wel door, weliswaar een groot deel online. Dus genoeg om te doen in ieder geval nog. Nou, mooi. En als we dan even kijken naar 2021, hier ga je gewoon lekker mee door. Maar als je één ding mag benoemen waar je heel erg naar uitkijkt, wat zal dat dan zijn? Mijn volgende plaat. Wanneer gaat het gebeuren? Ja, ik ga er nog geen uitspraak over doen. Ik heb nog geen deadline gesteld. Oké. Okay. Maar ik kan je wel zeggen dat hij gewoon al af is. Dus dat is heel tof. Daar kijk ik naar uit. En ik heb twee hele toffe samenwerkingen die binnenkort bekend worden gemaakt op mijn socials kanalen. Dus ja, daar kijken we echt naar uit. Nou, mooi Chris. En laten we afspreken als het weer een beetje wat soepel is qua coronamaatregelen. Ook hier bij Haarlem 105 wil ik je van harte uitnodigen. En dan ben ik ook heel benieuwd met welke nieuwe muziek je komt. Ja, gaan we doen. Dus welk drankje hou je van?
Nou, doe maar een Sex on the Beach. Oké, Sex on the Beach. Shit, moeten we nog regelen ook als je langskomt. Nou, leuk. Kijk, man. Hey, we gaan luisteren naar je cover. Chris, heel veel succes en thanks. Hey, dankjewel, hè.